Sebastian is jarig, Sebastian. Hier kan je mij even wakker maken. Ja. Oké, nou, ik snap het wel. Zijn deze pillen. Hoe is lief tegen me? En ik krijg er gewoon nog steeds opmerkingen over soms. Hallo guys, Vita is de vlog aan het kijken. Die ik heb geëdit en die is gisteren live gegaan. Het is nu vrijdag, bijna weekend. En ik ga nu afspreken met Anne, vriendinnetje van mij. Die ik echt al letterlijk vanaf mijn 8e ken. Vet leuk. En wij spreken niet heel vaak af, maar als we afspreken is het geweldig. En helemaal gezellig. Dus ik heb er zoveel zin in. En we gaan bij de nieuwe Corner Bakery afspreken. Die zit op de Jan-Pieter Heijen. Dus dat is chill, want dat is heel dichtbij. Dit heb ik trouwens aan. Het is een blouseje van Rails. Vintage Levi's en Vans. Gewoon even chill. Ik heb weer last van die hooikoorts. Ik word er gewoon helemaal gek van. Echt gewoon. Ik heb wel hele goede pillen gekregen, by the way. Van, kut, waar zijn ze nou? Die moeten jullie even, voor de mensen die ook hooikoorts hebben. Het zijn deze pillen. Hij werkt niet scherp, dus bij deze, dit werkt echt fucking goed. Ik ben hier wel heel blij mee. Oké, nou, ik heb mijn tas hier, alles ready to go. Good morning, het is zaterdag en ik ben mijn stem kwijt op de een of andere manier. Ik had, gisteren was het natuurlijk vrijdag, maar ja, ik heb het niet eens zo bond gemaakt. Ik ging met Rowen eten bij Spaghetteria. Ik weet eigenlijk niet of Rowen ooit op de vlog is geweest. Oh ja, toen ik een keer bij Martijn ging eten, toen we pannenkoeken gingen bakken. Rowen ken ik al super lang, echt sinds de middelbare school. Hebben we samen dansacademie gedaan, Lucia Martels. En zij geeft ook al een hele tijd les bij Rowcycle. Dus ja, helemaal gezellig. Ik heb hem net even opgemaakt. Ik heb dus weer een lipstift gevonden van Charlotte Tilbury. En die heet Coachella Coral. En die heb ik dus nu op. Weet nou niet of ik hem mooi vind. Nou. Anyway. Sebas komt mij elk moment ophalen. En dan gaan we naar Albert Heijn XL. En dat vind ik sowieso al een uitstapje. Ik vind dat geweldig. Bij Gelderlandplein. Gelderlandplein, daar kwam ik vroeger als kind altijd. En daar kom ik nu nooit. Dus telkens als ik daar dan 1 of 2 keer per jaar ben, dan vind ik dat zo heerlijk om daar te zijn. Maar ja, vet raar. Ik ben dus helemaal schor. Terwijl ik ben niet eens zo brak. Ik ben een beetje moe, maar ja, ik had ook niet echt veel gedronken of zo gisteren. Dus het valt allemaal wel mee. Ja. Ik zie er echt super basic uit. Ik heb gewoon een t-shirtje aan van Zara. En een Levi broek. En doe ik hier overheen gewoon een leerjasje. Kijk even wat we hebben gekregen. Dit is dus hondenvoer voor Steffi. Te lief. Dit is dus brokjes. En dit zijn, denk ik, nat voedsel. Hoe noem je dat? En dit is dus helemaal organic. En helemaal gezond. Love it! Ik denk dat Steffi het heel lekker gaat vinden. We zijn gearriveerd. En ik zie een kraam met Hollandse Nieuwe. Dus ik ga meteen even een haringtje halen. Lekker, lekker. Ga je er ook een nemen? Oh ja, Sebas heeft iets nieuws. Dat hij doet alsof hij praat, maar er komt geen geluid uit. Zo zit het natuurlijk niet meer grappig. Nee, dus ik heb je nu ontmaskerd. Ik weet nog niet of ik dit lekker moet vinden of niet. Vind je lekker? Het smaakt altijd zo, zeg maar, het is zo'n smerige substantie. Dat het eigenlijk heel smerig is. Oh, ik vind het zo maar lekker. Eigenlijk is het ook wel weer lekker. Ik vind het een van de lekkerste dingen op aarde.
Van een rauwe vis. Een Hollandse nieuwe, hè? Hoe zacht is hij? Hoe lekker. Nou, ik vind dit echt... Hier kan je mij even wakker maken. Ja. Oké, okay, nou, ik zal het houden. Nou, we zijn nu in de Albert Heijn XL en dit is gewoon mijn hemel. Het is alleen maar mooie dingen. Geweldig, lekker je hebt eten. Hier alles. I love it. I love it too. Oké, okay. Die vinger. Nou, welk stokbrood wordt het nou? Wordt het robuust, spelt of Frans? Die of deze? Die zijn hetzelfde. Gewoon nog steeds bij het brood. Schat, maak gewoon een keuze. Ja, maar ik weet nou nog steeds niet. Die, ik deze ja, sowieso die. Ja, maar deze of die. Kijk, nu komen we bij de belangrijke afdelingen. Kijk eens even. Dit vind ik nou belangrijk. Retourtje, retourtje. We pakken geen Henke. Oh? Denk je dat je genoeg hebt? Open. Nou, we hebben alles. Ik zei toch dat het paste in die tas? Oh ja, doe die ritsen dicht dan. Dat hoeft niet. We hebben niet gezegd dat die rits dicht is. Wij hadden een weddenschap. Of alles hierin zou passen, ja of nee. Ik zei nee en Sebas zei ja. En, zeg het maar, past het of niet? Laat me in de comments achter, dus je... Godverdomme. Nou ja, niet met ritsdicht. Nee, dat was ook niet de afspraak. Nou ja, dat is een extra bonusopdracht. Doe je lief tegen me? Waar is de auto? Weet ik niet. Ben je nog steeds aan het filmen? Dit heb ik dus net geprobeerd. Het is best wel lekker. Ja, lekker lauw ook, zo uit de Albert Heijn. Ja, ik hoef ook niet ijskoud. Nee, nog. We gaan lekker eten bij Piet de Leeuw, een steakrestaurant. Heerlijk kipsaté met friet besteld. Daar had ik nou echt zin in. Volgens Bas is dit beter dan douchen, dus ja. We gaan het zien. Ja, beter dan douchen. Oké. Okay. Oh, wat lekker jongens. Love it. Sebastje is jarig, Sebastje is jarig. Ja! Yeah. Gefeliciteerd aan mezelf. En we hebben nu lekker een barbecue. En kijk eens hoe gezellig. Allemaal mooie slingers opgehangen. En de barbecue en een mooi tafelkleed. Gisteren bij de HEMA gehaald. Helemaal leuk. Nou, we hebben wel heel veel eten. Allemaal. Heb je geen krijt? Dan kunnen we misschien wat schrijven. Godverdomme, 33 geworden, gaan die meer op de muur krijten nou, hè? En dan wordt niet dat is juist nou. Leuk. Je mag alleen sfeerbeelden maken. Je moet, sfeerbeelden. Je mag niet, die mensen hoeven niet te horen wat allemaal besproken wordt hier. Nee, dan we muten gewoon iedereen. En kijk hoe handig, dit is ook typisch man. Die hier aan denkt. En dan zo'n prullenbak maakt. Zo typisch. Dit is mijn outfit of the day. Ik dacht, ik ga niet helemaal all out. Ik wil het een beetje casual houden. Maar ik heb toch een paillettenjas aangetrokken. En ja, jongens. Deze paillettenjas heb ik echt al 4 jaar. En ik krijg er gewoon nog steeds opmerkingen over. Soms gewoon van de H&M. Wel van de roze lijn. Volgens mij is dat wel dat is die trendlijn. Ooit in New York gekocht gewoon bij de H&M. Ja. En dan heb ik dit nieuwe t-shirtje. En dat lijkt dan alsof het zeg maar is opgerold. Maar dat is het dus niet. Zo. Van Envy. Dubbel I. En dan deze leuke broek. Legging ding. Hoog. Kennen jullie wel. Van de Zara. En mijn villa'tjes. Nou. En nu is het wachten op de mensen. We zoveel eten.
gewoon echt veel te veel eten gekocht volgens mij. Gisteren natuurlijk naar die Albert Heijn XL. Nou, daar hebben we echt onze slag geslagen. Ik zit hier lekker in mijn woonkamer. Ik heb net een vlog afgeëdit en geüpload. En jongens, ik weet helemaal niet of ik dat heb laten zien, maar ik heb een nieuwe telefoon. De nieuwe. De allernieuwste iPhone X. Oh my god, jongens. Echt, het is zo'n vette telefoon. Ik had namelijk... ik wilde gewoon sowieso de iPhone X. En toen kwam ik bij de winkel en toen zei die vrouw van... Ja, je kan ook gewoon iPhone 8 Plus nemen. Want zoveel verschil heeft die eigenlijk helemaal niet zo erg. En je betaalt met de iPhone X veel meer bij... En bladibadibla. Toen dacht ik van, oh, het ging vet twijfelen. Toen dacht ik, ja, het is ook wel best wel veel geld. En, maar ik heb gewoon zoiets, dat is dan een soort kronkel in mijn hoofd. Dat ik denk, ja, dan haal ik een nieuwe telefoon na eindelijk weer 2 jaar. Dan weet ik gewoon de allernieuwste die er is. Maar ik ging dus vet twijfelen. Maar dit verhaal is uiteindelijk natuurlijk helemaal niet boeiend. Want ik heb uiteindelijk toch voor de iPhone X gekozen. Ik heb dit hoesje even snel gehaald bij Topshop van Skinny Dip. Die hebben zulke leuke hoesjes. Echt niet normaal. Ik wilde gewoon in eerste instantie een hele hysterische glitterbom. En toen dacht ik, nee jongens, even niet. Even wat normaler. Dus die vond ik ook wel leuk. En ja. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik ben ook echt vet aan het hoesten. En met slikken doet het pijn. Dus dat is wel kut, want ik heb dus straks 2 lessen. Om 8 en om 9 uur 's avonds. Zo laat vind ik dat. Tenminste, 8 uur vind ik de max. Maar om 9 uur hebben we ook wel eens een les. Dat is gewoon zo laat. I don't know. Maar ja, dan is het ook nooit heel erg druk, want iedereen vindt dat vrij laat. Maar goed, ik ben nou eenmaal ingedeeld, dus ik moet wel. Anyway, ik denk dat ik heel even een playlist in elkaar ga flansen. En dan ga ik naar Roadcycle.